regelen van wettelijk transitieverlof. Veel transgender personen ondervinden problemen op de arbeidsmarkt. Bijna de helft, 43% om precies te zijn, eerlijk is eerlijk, krijgt te maken met discriminatie op het werk. De werkeloosheids- en de arbeidsongeschiktheidscijfers liggen zeker 2 keer hoger dan gemiddeld en problemen doen zich vaak voor tijdens het transitieproces. Dat overkwam ook Caroline Pronk. Zij was de eerste transgender krijgsmachtsofficier en de eerste transgender rechter in opleiding in Nederland. En nu is zij advocaat. Caroline, het woord is aan jou. Dankjewel. In 2016 werd ik rechter in opleiding bij de rechtbank in Gelderland. Dat was dus en een nieuwe baan en een opleiding. In die periode was ik nog in transitie. Ik had bij de sollicitatie gezegd dat ik de operaties nog moest ondergaan. Mijn werkgever had daar toen geen bezwaar tegen. Maar tijdens de eerste week belde het ziekenhuis dat ik op korte termijn terecht kon voor een operatie. En vanaf dat moment ging het mis. Mijn teamleider vond dat ik de operatie te kort van tevoren aankondigde. Ik had dan onvoldoende nagedacht over de gevolgen van de transitie en het was niet te combineren met de opleiding tot rechter, want het is topsport. Dus ik moest kiezen, dus ofwel stoppen ofwel door, maar zonder dat de rechtbank rekening met mij zou houden. Nou, stoppen kon niet, want dan had ik geen baan meer. Vervolgens ging de beoordeling erg eenzijdig. Alle minpuntjes die werden uitvergroot. Positief materiaal dat bleef buiten het dossier. En uiteindelijk kreeg ik een onvoldoende voor het niet nadenken over mijn transitie. Terwijl ik het inhoudelijk goed deed. En ik moest met ontslag. En nou, dat raakt me nog steeds. Ik vroeg toen, nou, als ik nou zwanger was geweest in plaats van transgender, had ik dan wel mogen blijven? Ja, dan wel, zei mijn werkgever de rechtbank. Want daar zijn regels voor. Dus als zelfs een rechtbank geen rekening houdt met een transgender werknemer, dan is het dus niet goed geregeld. Als er een wettelijk transitieverlof was geweest, net als zwangerschapsverlof, dan had ik gewoon kunnen blijven. En dan had Nederland nu de eerste transgender rechter gehad. Een regeling voor transitieverlof is goed voor werkgevers en voor transgender werknemers. Dus mijn vraag aan u is, gaat u in de komende kabinetsperiode zorgen eindelijk voor een wettelijk transitieverlof voor transgender personen? Duidelijk. Nogmaals, gaat u in de komende kabinetsperiode zorgen voor een wettelijk transitieverlof voor transgender personen? Bob Koetsa. Die camera? Ik vind het goed. Ja. Ik heb, voordat ik de politiek inging, heb ik een tijd nauw samengewerkt met iemand die ik Erik zal noemen. En Erik vertelde mij op een gegeven moment dat hij er een paar maanden uitging en dat hij dan terug zou komen als Erika. Dat is niet haar echte naam trouwens. En toen zij terugkwam, toen was het bij dat bedrijf fantastisch geregeld. Er was een nieuw naamkaartje, er was een nieuw e-mailadres, er hingen slingers en er was een welkomstkoffie. En ik heb daarna met Erika daar vaak over zitten praten. Over hoe ingrijpend het lichamelijk was. Hoe geweldig die ontvangst was van de organisatie en ook van haar collega's. En ik heb haar deze week nog aan de telefoon gehad. En ik vind dat als je dat ziet en je weet dat niet iedereen dat meemaakt, zie je ook het voorbeeld. Vind ik dat we dit wettelijk moeten regelen. Duidelijk. De tweede is Peter Quint van de SP. Ja, Caroline, ten eerste petje af voor je cv. Dat zijn nogal wat verschillende functies bij elkaar. Maar wat je net in een bijzin zei, dat raakte me wel. Namelijk dat jouw werkgever, nota bene een rechtbank, durft te zeggen dat jij er niet voldoende over nagedacht zou hebben. Volgens mij, als er één iemand is die hierover nagedacht heeft, die hierover gepiekerd, gepijnst en gekozen heeft, dan zou jij dat moeten zijn. En ja, dan betekent dat in transitie gaan een hele heftige, emotionele, soms ook lichamelijk heftige periode kan zijn. En dan is volgens mij het minste dat wij als samenleving kunnen doen, is jou in de gelegenheid stellen om dat in alle rust thuis te kunnen doen zonder dat je je baan kwijtraakt. Waarom? A, omdat we je graag weer na de operatie terugzien op de werkvloer. En B, omdat we daarmee het maximale kunnen doen om voor jou dat traject zo prettig mogelijk te maken. Dankjewel. Ik ga even om te versnellen, want we moeten een beetje tijd inlopen. Vragen aan mensen, zijn er bezwaren? Nee.
ik kijk om me heen en ik zie niemand zijn hand opsteken, dan wil ik eigenlijk meteen gaan stemmen. Over de goede orde, het gaat dus om een wettelijk transitieverlof, hè, niet geregeld in de cao's. Dat is iedereen, want ik wil jullie niet... Waarbij je goed. Dus moet kijken waar je het dan het beste kunt... Want er zijn zoveel verloven en dergelijke, hoe je dit het beste kunt regelen. Uiteraard, maar het gaat nu even om... Het gaat om de wet. Dat het goed geregeld is, precies. Maar waar het onder valt, precies. Ja. Dat het in de wet geregeld wordt en niet via cao's. Dat is waar volgens mij wordt die ook onderzocht. Dat is een motie van in ieder geval D60-VVD om te kijken hoe en wat dan. Dus dat is mooi, maar ik wil van u vast weten of u daar principieel voor bent. Dus gaat u in de komende kabinetsperiode zorgen voor een wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen? Handen. En ik heb een unaniem stemmingsadvies. Dat mooi. Is best historisch. Dat is best historisch. Dat heeft namelijk best al een poosje geduurd. Deze discussie is dat niet van gisteren. Zeker historisch, dus dat hebben wij nu genoteerd.